De eerste reactie van de AFM is positief. We zien dat de werkgroep, stuurgroep en ieder die daaraan heeft meegewerkt echt goed werk heeft geleverd. Dus het rapport qua hoe het tot stand is gekomen is denk ik een behoorlijk stukje werk geweest met een goed resultaat. En de inhoud is waar het over gaat. En daar zijn we, hebben we veel waardering voor de inhoud. Als we een jaar geleden hadden geweten dat dit nu er zou staan, hadden we het niet geloofd. Waar wij erg tevreden over zijn, dat is de governance. Dus dat van het fundament onder het beroep anders wordt ingericht. Dus een bestuur wat gaat besturen, waar ook externen kunnen aanhaken. Een raad van commissarissen die toeziet op het functioneren van het bestuur. Op het functioneren ook van het hele operationele apparaat eronder. Dat is wat ons betreft een hele grote winst. We zien in andere onderdelen van ons toezicht dat het goed functioneert. En dit zou binnen de accountancy ook moeten gebeuren. Het zwakke punt van dit rapport is denk ik dat men nog niet heeft aangedurfd om vanuit andere modellen dan het bestaande model van de partnerstructuur te denken. Ik begrijp heel goed dat je hierop uitkomt, want ik denk ook dat de route beter is om binnen het bestaande model aanpassingen te doen. Maar het had de werkgroep stuurgroep gesierd om ook een beetje afstand te nemen van het partnerschapsmodel en dan te kijken van wat zijn nu de prikkels die vanuit dit model, de root causes voor de problemen nu, hoe komen die op en hoe kunnen we die uiteindelijk mitigeren? De crux zit erin niet alleen plannen maken, maar uiteindelijk ook uitvoeren. En ervoor zorgen dat het draagvlak in de sector en het besef dat dit een sectorbreed probleem is, waar de sector nu nog voor staat, dat is wel iets wat zich de komende jaren moet laten zien. En waar wij als AFM ook heel nadrukkelijk op zullen toezien dat het ook met de nodige voortgang, met de nodige diepgang gebeurt, zodat we inderdaad hopelijk over een jaar of wat kunnen stellen van kijk, dit is het moment geweest, september 2014, dat die sector het oude accountancy van eind vorige eeuw, begin deze eeuw heeft begraven en een nieuw elan de toekomst is ingegaan.